Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Hier zijn mijn haren nergens en weet ik veel wat. Ik heb Jordi vanochtend naar school gebracht. Liam en Sam zijn vandaag thuis. En deze week wordt een beetje anders als in donderdag. Er gaan deze twee dikkoppies van mij, Bambix bendeleden, ook naar school. Ben je aan het eten? Dat is een banaan. Banaan. Dus ik heb een dag extra vrij, om het even zo te zeggen. Liam heeft het ook nodig. Sam die zou sowieso een derde dag erbij krijgen. Dus helemaal prima. Ja. Paw Patrol. Lekker happen. Ga je niet banana eten? Banaan eten. Paw Patrol. Ja, Paw Patrol, dat klopt. Die zijn aan het kijken. Maar goed, dat is in ieder geval hoe het deze week gaat lopen in principe. Morgen brengt Niels Liam en Jordi naar school. En daarna heeft hij zijn aanhanger gebeuren. Dus ja, deze week gaat toch wel iets anders verlopen dan dat we normaal gewend zijn. En natuurlijk hebben we deze week naar school. En dan hebben we 2 weken vakantie. Ja, vakantie. Dus ja, dat is wat er een beetje grofweg gebeuren gaat deze week. Daar zitten we dan. Boomba. Suma. Suma. Net als Sula, maar dan Suma. Ja, Paw Patrol. We zijn aan het wachten op Jordi. Ik ben iets te vroeg, maar ik had ook 2 schreeuwers die niet mee wilden werken. Dus ja. Dan maar even wat langer wachten. Ja, dat. Dus ja, we gaan even op Jordi wachten en dan zijn we alweer naar huis. En dan moet ik eten koken en alles. Dus dat. Je was hier met mama's piercing bezig. Doe dan kijken. Je mag toch gewoon kijken bij mama's piercing. Wie? Oh nee. Niet? Oké. Okay. Je hoeft? Nee. Wat een prachtige tuin, juffrouw. Yay. Mag mama ook een kusje? Nee. Mag mama ook een kusje? Lekker ding. Dat is lief. En hier ondertussen zit Joef. Joef, kindjes gaan voor en dat weet jij. Maar hé, hè? Ja. Wil je aandacht van Liam? Heb je weer geluk? Ik zal het eens doen bij Joef, hè? Maar gewoon aaien. 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 Joep, je vriendin, hè? Oeh, daar gaat ze hoor, daar gaat ze hoor. Ze gaat lekker erin. Joep. Lopen. Lopen. Ja, nee. Kom eens hier. Jij wordt erbij, hè? Kun je zeggen mama? Mama? Kijk eens naar mama. Kijk. Maar we moeten even zo doen. Mama. Mama. Kijk eens even. Mama. 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 Papa. 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 Wat je hier doen? Papa. Nee. Dat vind ik heel erg goed. Papa. Papa. Mama. Mama. Nee, mama. Op de wang. Op je wang. Mama. Mama. Opa. Opa. Oh. 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 Oh.
Opa. Opa. Oma. Oma. En... Ja, dat moet ik met mijn andere hand doen. Jordi. Noi. Jordi. Noi. Liam. Ne. Liam. Ne. En Abam. We moeten voor Sam ook nog wat bedenken. Hassan. Oh, Hassan. Ja, die zit bij jou in de klas. Er zit een jongetje bij hem in de klas. Eigenlijk zijn hij en Liam identiek. Die heet Hassan. En hij kan Hassan niet uitspreken. Dus hij noemt Hassan, noemt hij Hampam. Ja. Appam. Hassan. Appam. Papapam. Ja, de papa van Hassan is er ook dan, hè? Papa, appam. Ja, de papa van Hassan is er dan ook. Papa. Ja. Papa. Hij zegt ook altijd, hoi papa van Hassan. Papa. Papa. Het is best grappig om te zien. Maar het is heel mooi om die twee samen te zien hoe ze dat allemaal doen. Papa, papa. En ze weten ook bij elkaar hoe ver ze kunnen gaan. Het is best grappig om te zien. Het is gewoon een vriendje voor hem in de klas. Hè? Hassan, hè? Dat vindt hij interessant, mijn piercing. Moet je zo doen, hè? Ja. Mooi. Oké. Okay. Mooi. Mooi. Oké. Okay. Gek jong van me. Een hele goede morgen. En nu schijnt de zon, maar het regent hier al de hele tijd pijpstelen. Maar goed. Dit kind zit nog in zijn pyjama. Maar Mandy, hoe kan dat? Nou, Niels, die is op dit moment, as we speak, bezig met zijn aanhangerrijles. Samen met een vriend van hem doet hij dat. Die vriend geeft geen les, maar die vriend moet ook aanhangerrijles. Dus ze doen dat samen. En vanmiddag hebben ze examen, dus ik ben benieuwd. Slaagt hij, dan slaagt hij, zakt hij, dan zakt hij. Ja, kijk, weet je, het is vaak net... Je moet de juiste ook treffen. Je moet je eigen ook comfortabel voelen bij diegene, bij de examinator. Dus ja, dat. Maar goed, hij heeft dus Jordi en Liam naar school gebracht. Hij zei, Mandy, dan hoef jij dat niet te doen. Want jij moet de komende paar dagen ook al ze naar school brengen en alles. En nou heb ik de kans, dus ik doe dat dan. Ja, dat is prima, jongen. Maar dat betekent dus dat ik met Sam lekker nog even thuis ben. Ik zit even te twijfelen, want het regent wel de hele tijd. Ik moet een paar dingetjes hebben van de winkel. Maar ik zou dat eventueel ook straks kunnen halen als Niels thuis is. Weet je. Kan ook zijn dat ik totaal iets anders maak straks. Kan ook. Ik heb geen idee. We zien het wel. Ik dacht, laat ik macaroni maken. Daar heb ik in principe alles voor in huis, behalve komkommer. Ik maak altijd komkommer en augurk erbij. En dan vindt Liam en Sam vinden dat lekker. Maar ja, dat heb ik nu niet. Dus het is zoals het is. Maar goed, ja, dat. Ja. Dat is wat spannend is vandaag. En meestal met zoiets zit er toch ook wel spanning bij mij, vind ik. Heb ik het idee. Dus, nou ja. We gaan het zien hoe het loopt. Oh, en vanmiddag, als ik de kinderen heb opgehaald van school, dan komt een vriendin van mij hier. Tevens mijn achterbuurvrouw. En dan gaan we even koffie leuten. Ook al drink ik geen koffie. Zij drinkt wel koffie. Maar dat gaan we dan even doen. En...
Ja, we gaan het zien. Het loopt allemaal zoals het loopt. Ja. Hij is worstenbroodjes aan het eten. Lekker aan het chillen met zijn dikke billen. Hij is even aan het genieten. Ik heb de hele ochtend eigenlijk met hem gespendeerd. En gewoon lekker geknuffeld. En gedaan wat hij altijd nodig. Oh. Nou ga ik even bedenken wat ik ga eten. En dan is het weer bijna tijd om de rest van de Bambix-bende op te halen. Tijd vliegt. Ik heb niet veel bijzonders gedaan. Nou ja, ik heb was aangezet en zo. En een vaatwasser helemaal schoongemaakt. En die staat nu aan met zo'n chemisch goedje. Doe ik eens in de zoveel tijd. Dus dat. En ja, ik doe gewoon lekker even relaxed. Moet ook kunnen, vind ik. Oh. Zo. Maar goed. Toppie de woppie. Dus. Als Niels straks thuis is, gaan we even vragen of dat die geslaagd is of niet. Ik weet natuurlijk al wel wat en hoe, maar ik ga het hem jullie laten vertellen. Dus jullie moeten nog heel even wachten. De kinderen liggen net in bed. Niels is werken. Ik ga zo dadelijk hier opruimen, alles klaarzetten voor morgen. Etcetera, etcetera. Maar ik zal het nu nog heel eventjes. Ja. We hebben frietje gegeten. Niels heeft frietje gehaald. Ik heb ook nog even de kinderen uitgesproken. Ik heb nog een vriendin van mij hier even op bezoek gehad. Dus ja, al met al. Ja. Maar nu ga ik even aan de gang hier. Podcastje in. En gewoon met die banaan. En ik hou niet eens van bananen. Maar toch gaan we met die banaan. Ja. Ik heb brood, fruit, van alles en iedereen klaar. Dit is van Jordi. Hier zit in mango, framboos en aardbei. Deze is van Sammy. Hier zitten druifjes in. Meloen, framboos, een beetje mango. Dan heb ik Liam, hier zitten een paar framboosjes in, druifjes, meloen. Dan heb ik voor Niels, die krijgt sowieso een banaan mee. En dan heb ik hier heb ik, wat mango en aardbeidjes. En dan heb ik voor hem nog zijn ontbijt. Niels moet namelijk morgenochtend om 6 uur al op pad. Dus heeft hij in ieder geval fatsoenlijk eten. Dan heb ik Jordi's lunch. Dit is gewoon smeerkaas op brood. En dan heeft hij als extra, dus zeg maar als hij zijn fruit niet goed eet of hij geeft aan dat hij trek heeft, heeft hij nog een krentenbol extra, krijgt hij altijd. Dan hebben we hier de broodtrommel van Niels, chocolaatjes, brood, fuet, die moesten op. Dus meestal krijgt Niels dingen in zijn broodtrommel die op moesten. En kippenworstje. Maak ze ook gelijk dicht, want dan. Hè. Dit is de broodtrommel van Liam. Eiersalade. En dat doet hij dan met krakot crackers. Ik doe ze dan in langwerpige stukjes maken, zodat hij ze kan dippen. Krakot crackers dippen. En dan heeft hij tukjes, daar kan hij ook mee dippen. En dan heb ik jammetje. Gedroogde banaan. En komkommer. Hij heeft vandaag heeft hij al brood mee gehad. Maar als ik hem nou weer brood mee zou geven, dan zou hij dat niet eten. Liam is net zijn moeder. Die eet nooit twee keer hetzelfde. Dus ja, dat. Sam boeit het niet. Het boeit hem echt niet. Sam heeft een boterham met smeerkaas. Gedroogde banaantjes. Tukkies. Worstje. En komkommer. Nou, dat is voor iedereen hun broodtrommel. Ik ga alles even in de koelkast zetten. En zorgen dat het allemaal zo voor het grijpen ligt. En net is dus Niels weer thuis. Ja. En was het werken leuk? Ja. Ja. Oké. Je moet ze iets vertellen. Je had een examen vandaag. Ja, ik had vandaag een
rijles en examen voor mijn aanhangerrijbewijs. En? Geslaagd. Geslaagd. Ja. Dus ik mag nou met zware aanhangers rijden achter auto's. Jee. Dus ja, al met al goed bezig, hè, jongen. Mm-hmm. 1 keer gezakt, 2 keer geslaagd. Ja. Dus ik ben super trots op jou. Dankjewel. Nou, wij gaan lekker slapen. Welterusten. Een hele goede avond. Ik heb nog niet gevlogd. Nee, heb ik nog niet gedaan. Ik ben beneden bezig geweest. Ik heb allemaal speelgoed verwisseld en gedaan. Het is inmiddels wel weer een bende beneden. Maar ik hoef het straks alleen nog maar op te ruimen. En dan is het weer schoon. Ik heb allemaal was opgevouwen. Dat van Niels ligt al in de kast. Dat van mij ligt al in de kast. Ik had echt iets van 8-9 man de was hier staan. Dus dat heb ik nu gedaan. Ik ben alleen maar bezig geweest vandaag. En gewoon geen puff om te vloggen. Dus ja, dat. Ik heb nu nog een was aanstaan. En dan, ja, is het alweer avond. Ik ga even deze was allemaal opruimen. Zorgen dat ik de pyjama's beneden heb klaar liggen voor de kinderen. Kleren voor morgen al klaar heb liggen. En hoef ik alleen nog maar eigenlijk wat op te ruimen. Brood smeren en klaar. Want morgen gaan ook alle kinderen naar school. Nou, dat wat ik veranderd heb is dat ik hier het kastje neer heb gezet. Met nog wat extra speelgoed. Daar heb ik de aapkooi spullen neergezet. Niels zit nog even te werken. En ja, dat. Ik heb voor de jongens ook al voor morgen alles klaargezet. Dan ga ik nog even de keuken opruimen. En dan vind ik het wel gescheten. Ga ik zitten op mijn kont, want ik heb genoeg gedaan voor vandaag. Goedemiddag. Wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Nou, ik heb alle kinderen naar school gebracht, want hey, ze gingen naar school. Ik heb was aangezet. Ik heb mijn snijbonen gesneden. Ik ben even naar de stad geweest voor cadeautjes te halen voor de peetouders van mijn kinderen die jarig zijn. En ik heb even gegeten. Ik had bij de bakker even een broodje gehaald. En het is nu bijna 2:30. Ik moet over een 30 minuten weg. Maar nu heb ik zin in Maltesers. Dus ik ga lekker met mijn dikke reet op de bank zitten. En dan ga ik dat eens even doen. Ik doe gewoon eventjes relaxed. Ja, het is hier opgeruimd. Gestofzucht en geweld heb ik vandaag niet gedaan. Misschien doe ik dat vanavond. Misschien morgen. Misschien het wel. Maar deze ga ik eventjes... ja, de hele zak krijg ik niet op natuurlijk. Hè? Maar ik ga wel eventjes het dark Maltesers eten. Die heb ik al eens eerder geproefd. Die zijn gewoon lekker. Die zijn gewoon lekker. Iets wat ik heel veel gebruik in mijn keuken. Ik heb ondertussen trouwens kinderen thuis weer. Liam was slaapgevallen. Hij is absoluut niet blij dat hij weer wakker is. Maar hé, het is zoals het is. Maar wat ik heel veel gebruik in mijn keuken, dat is mijn stomer. Ja, ik ga jullie daarin meenemen. Hier zit water in. Dat gaat koken. Dit ding gaat er bovenop. Hier komt zeg maar het vocht van je groenten, je vlees, je aardappels, wat je er ook in gebruikt, komt hier vocht in. Dat vocht zit vol vitamines, et cetera. Kun je jus van maken, kun je sausen van maken, wat je maar zelf wil. Ja, ik doe mijn aardappels daarin gaarstomen. Mijn groenten doe ik daarin gaarstomen. Ja, je kan er ook vlees en vis in doen. En toen vielen jullie weer. Maar goed, hè. Dit zijn dan de aardappels. Dan heb ik snijbonen gesneden en schoongemaakt, et cetera. Die was ik nu heel even. Dan gaat die erop. Er kan nog een laag op, maar ja, die gebruik ik niet. Dan gaat de deksel erop. En ik zet hem dan aan op... ja, om en nabij de 40 minuutjes. En dan ziet dat er zo uit. Ja, voor mij is dit echt wel een soort van lifesaver. Je hoeft er niet bij te staan, et cetera. Je weet dat als het klaar is, is het gewoon klaar.
Als ik er één laag op doe, dan is het ongeveer 25 à 30 minuten genoeg. Als ik er twee lagen op doe, dan moet je hem wel echt op 40 minuten zetten. Ja, weet je, het is gewoon een hartstikke fijn ding. Gezond, vitamines blijven in je groente zitten. Spruitjes bijvoorbeeld lus ik alleen uit stomen, anders vind ik ze niet eens lekker. Dus ja, dat. Feitelijk is het gezonder, zeggen ze. Maar ondanks dat ze dat zeggen, ik vind het zelf ook een prettig ding om mee om te gaan. Dus ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Dit is echt wel mijn lifesaver. Als deze kapot gaat, wil ik ook echt wel een nieuwe. Dat weet Niels ook, want dit ding gebruik ik echt. Ik denk dat ik die in de week wel een keer of 4-5 gebruik. Afgezien van mijn airfryer, want dat is ook echt een top ding. Maar goed, dat. Ja, ik vind dit een heel fijn ding. Dan heb ik champignonsaus gemaakt. Tada! Ik heb hier mijn hamlapjes. Ga ik ze daar zo dadelijk nog even jus op maken. En dan is het eten zo goed als klaar weer. Dus dat is allemaal in kannen en kruiken. Ik denk niet dat twee van mijn kinderen dit willen eten. Maar ik heb altijd brood in huis. Dus soms moet je daar gewoon eventjes... Hè? Ze hebben goed geluncht. Dat kon ik in ieder geval zien aan hun lunchpakketje dat terug is gekomen. Dus ja, weet je... Het is om het even. Niels is werken. Ik heb alles hier opgeruimd. Alles klaargezet. Ik heb de kindjes gedoucht. Ik lig allemaal nu lekker te slapen. En ja, ik ga even editen. En dan ga ik ook een keer naar bed. Ik ben moe. Morgen is de laatste schooldag. En dan begint de meivakantie. Dus ja, dat. In ieder geval bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende.